Met deze poster kreeg Martin Koolhoven in augustus flink wat publiciteit voor zijn filmavond. Dat heeft niet direct voor een uitverkochte avond gezorgd, maar er zijn toch wel wat mensen nieuwsgierig geworden. Vanwege de René van der Gijpavond en deze film Cruising wil ik altijd wel een keer zien. Dus vandaar eigenlijk. Ja, ik vond het wel een leuk levendig onderwerp. Ja, het is ook wel een beetje aansluitend bij mijn doelgroep, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben wel geïnteresseerd. Ik heb de uitzending gezien en ja, ik vond ze wel wat kort door de bocht, heel eerlijk gezegd. Ja, deze films die schijnen nog net iets korter door de bocht te zijn. Dan wordt het alleen maar leuk, denk ik. En met dat kort door de bocht zit het volgens Martin Koolhoven wel goed. En daar rijden dus een stel homo's, die rijden op in een soort futuristische karren rond. En die onderdrukken de rest van de wereld. En daar zit een geur die niet kosher is. Waarin het alsof je bang moet zijn voor homoseksualiteit. Het is dat die film zo belachelijk is dat het weer camp wordt en dat het leuk is. Maar eigenlijk is het wel heel raar. En René van der Gijp zelf? Ik heb René niet gezien. Maar ja, die zou misschien ook wel voetbal kunnen kijken. Nee, ik heb via gehoord, eigenlijk via zijn management, dat hij niet komt. Dus ik kan me ook voorstellen dat het zijn buik er vol van heeft. En ze zeggen normaal gesproken van je moet stilzitten als je geschoren wordt. Dus ik denk dat hij het wel mooi vindt.